Ja, Pim, er kwamen de afgelopen weken een beetje onheilspellende berichten vanuit jouw hoek. Een valpartij op training, ziekte van Lyme. Hoe gaat het momenteel met jou? Ik leef nog. Dat is het voornaamste. Nee, vorige week was wel even een hele heftige dag eigenlijk. Redelijk stevige valpartij gemaakt en blij dat ik hier nog sta met eigenlijk niks. En daarvoor natuurlijk de ziekte van Lyme, daar kwam wel even rauw op mijn dak vallen. Maar dat is nu allemaal voorbij, ik kan weer goed trainen. Dus ik probeer het positief te bekijken en ik hoop dat alle ellende nu achter de rug zit. En dat ik in Nacht van Woede mijn seizoen kan aftrappen. Ja, de ziekte van Lyme staat ook bekend als een aandoening die 1. Niet zo snel ontdekt wordt, 2. Dat lang kan aanslepen. Hoe is dat traject bij jou geweest? Wanneer waren er die eerste signalen en sinds wanneer voel je jou weer 100% gezond? Ja, sinds half juni, juli voelde ik mij echt extreem vermoeid na bepaalde trainingen. Meer dan dat normaal is. Toen de stageperiode bij Little Trek gedaan en ook niet echt, geen supergevoel. Niet de Pim die ik op het begin van het wegseizoen was. Toen toch maar een keer bloedtesten laten doen. Dan kwam uit dat ik een recente besmetting heb gehad. Dus daar waren we eigenlijk wel heel blij mee. De waardes waren heel hoog op het Borrelia virus. Dus we waren er direct bij. Ik ben direct 20 dagen aan de antibiotica gezeten. En daarmee is het eigenlijk uit het lichaam gegaan. Ik test nog steeds positief op Borrelia. Maar de scores worden steeds lager. En ik voel me niet meer vermoeid. Dus het is wel het teken dat dat achter de rug zit en dat we kunnen kijken naar de toekomst. Hoeveel verlies je daarmee qua conditie? Want ja, inderdaad, je was supergoed aan dat wegseizoen begonnen. Hè? Ja, ik ben nog nooit zo goed geweest als in de periode van Flesje Zuid. Dat ik die koers win. Ik heb nog nooit zulke waardes getrapt. Dat was echt bizar. Dan komt die klap terug. En dat is eigenlijk twee, drie maandjes speelt dat. En je mist heel veel training vooral. En dat is het meest klote eigenlijk. 20 dagen antibiotica, dat is natuurlijk ook niet ideaal. Ik heb er redelijk veel mee verloren. Dus daarom dat ik mijn seizoen ook iets ga uitstellen en later ga starten. En daarmee hoop ik het gat dichterij op de rest. Ja, en hoe jammer is dat van die stageperiode? Want er zat toch ook wel iets meer in, denk ik, met die benen die je had aan het begin van de zomer. Ja, zeker. En dat is gewoon heel jammer. Ik heb dat nu achter mij gelaten en zo be it. We weten nu ook waardoor het komt, dus daar ben ik heel blij mee. Want voor dezelfde geld had ik geen Borrelia gehad. En hadden we geen idee waar het toe kwam dat ik zo slecht rondviest. Tuurlijk is het jammer, maar goed, we kijken positief naar de toekomst en dat komt allemaal wel goed. Ja, in hoeverre is die samenwerking met Little Trek voor de toekomst ook verzekerd? Ga je daar volgend jaar weer stage lopen? Ga je daar fulltime onder contract zijn en ook een voorjaarsprogramma? Of hoe zie jij dat? Daar hebben we eigenlijk nog niet echt contact over gehad. We vinden het beide jammer dat ik niet de beste Pim heb kunnen laten zien. Maar daar is verder nog niet echt contact over geweest. En wie weet komt dat nog in de toekomst en laten we daar binnen nu en een half jaar weer iets over horen. Ja, maar het is dus wel voor alle duidelijkheid de bedoeling dat je vanaf Woerden een volledige crosswinter afwerkt? Ja, dat is normaal wel de bedoeling. Ik ga het hele X2O-klassement doen en de wereldbeker waar ik me op ga focussen. En af en toe een keer een crossje erbij pakken. En ja, we starten nu in Woerden zodat ik nog 2 weken extra kan trainen. En hopelijk dan met iets betere vorm aan de start te staan dan dat ik nu ben. Ja, vorig jaar natuurlijk wel die stap naar de wereldtop gezet, beginnen winnen. Ja, in hoeverre, hoe kijk je daar nu eigenlijk op terug en hoe snel is dat allemaal gegaan voor jou? Ja, dat is heel snel gegaan en daar ben ik ook heel blij mee. Ik heb heel veel geleerd en ik hoop dat ik dat niveau dit seizoen weer kan halen. Ik weet dat ik niet een ideale voorbereiding heb gehad zoals vorig jaar, dus het gaat lastig worden. Maar ik ben wel sterker dan dat ik vorig seizoen was, denk ik, maar iedereen wordt sterker. Ik ben vooral heel blij met vorig seizoen en ik hoop dat ik het dit seizoen iets beter kan doen. Moet dat ook elke winter sterker worden? Lars zei net ook, er komt heel veel jong talent aan en je moet eigenlijk elke keer die nieuwe generaties blijven opvangen. Ja, maar Lars is heel oud, hè. Voor Lars is het, die moet elk jaar steeds iets beter gaan proberen te rijden, maar dat is lastiger voor hem dan voor mij. Ik ben nog jong, ik ben 10 jaar jonger, dus ik kan nog die stappen maken. Normaal moet het wel lukken om elk jaar iets sterker te worden, maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk naar elk jaar iets minder slecht worden. Ja. Zijn er specifieke dingen waar jij nog hebt op gewerkt of is dat een beetje moeilijker geworden ook door die ziekte? Ja, dat is dus het probleem. Ik mis echt die specifieke voorbereiding. Maar mijn basis is wel oké. Ik ben vorige week naar Spanje geweest en daar een paar hele goede trainingen kunnen afwerken met ook goede waardes. Dus daar ben ik wel erg blij mee en dat belooft ook voor de toekomst. We hadden niet verwacht dat ik nu al op dit punt zou staan na die infectie. Dus in principe is dat een goed teken. Ja,
Heb jij nog specifieke ambities? Ja, die X2O-trofee natuurlijk, maar klassementscross aantal winnen of hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik kan er niet echt een aantal op plakken. Ik ga de eerste crossen gewoon echt kijken waar ik sta, want ik heb op dit moment echt geen idee. Vorig jaar kon ik wel een beetje inschatten waar ik stond. Voor nu is dat echt een vraagteken, dus ik ga er geen plek op plakken. Dankjewel Pim, veel succes. Ja, dankjewel.